Hallo allemaal, welkom bij eFlight Supply. Ik ben Evert-Jan Veld, medeoprichter van eFlight. En een van de dochterbedrijven van eFlight is eFlight Supply. Nou, eFlight kennen jullie inmiddels, ga ik tenminste een beetje van uit, omdat wij de meest duurzame vliegschool ter wereld hebben. En dat is best gek, want vandaag staan wij bij de Flight Design F2. En de Flight Design F2 is een brandstoftoestel. Nu hoor ik jullie denken, wat doet eFlight in godesnaam met een brandstoftoestel? Maar dat gaan we uitleggen. Verduurzaming van de luchtvaart kan natuurlijk over meerdere assen. We weten dat batterij elektrisch nog lang niet alles vervangen kan worden. Maar we willen ook dat we zo snel mogelijk gaan schakelen met de technologie. En dat betekent dat we in de tussentijd toch al willen promoten dat mensen veel zuiniger gaan vliegen. Veel efficiënter en veel economischer. Nou, zoals gezegd. Flight Design. Flight Design komt met een nieuw type op de markt, de F-serie. Dit is de F2, hier zit nog een Rotax motor in. En over een jaar of twee komt ook de F2E met de batterij. Een super veelbelovend toestel, al zeg ik het zelf. Wat we willen doen vandaag is in ieder geval buiten om het toestel een eerste review van de F2. Zoals die hier staat is het eigenlijk het demo model nog, of het prototype, het derde prototype. Inmiddels is de F2 ook in productie gegaan en vanaf na de zomer 2024, zullen wij ook een van die eerste modellen hier bij eFlight hebben. En zijn jullie natuurlijk van harte welkom om te komen vliegen. Zodra het kan, vandaag is het waardeloos weer, maar zodra het kan gaan we met jullie ook een vliegende review opnemen. Zodat jullie ook alles te zien krijgen van de cockpit, het vlieggedrag van het toestel enzovoort. Nou, laten we beginnen met een rondje rondom. Zoals je ziet, een tweezitter. Lijkt een beetje misschien wel op een Cessna 2.0. Super ruim van binnen en super economisch en ergonomisch van buiten. Laten we het rondje linksom lopen als de cameraman dat ook goed vindt. En dan beginnen we vooraan. We hebben op het prototype nog een fixed pitch propeller zitten. Eind van 2024 komen eigenlijk alle modellen met een constant speed propeller. Dat zal zeker het vlieggedrag nog iets beter maken als het gaat om hoe snel kruist zo'n toestel. De F2 zoals die hier staat kruist 110 knopen zo'n beetje. Wat noemenswaardig is aan dit toestel, hij is heel efficiënt gebouwd, heel aerodynamisch. En dat vertaalt zich terug, want tijdens de vlucht zie je gewoon dat als wij economisch kruisen, dan vliegen wij 100, 105 knopen en dan verbruikt hij maar 11,8 liter mogas op 4000 voet. Dat is natuurlijk super zuinig. Ik heb dat nog nooit bij een ander toestel gezien. Gaan we nou naar fast cruise, gaan we 110 knopen kruisen, dan gaat het verbruik wel iets omhoog. Dan zitten we rond de 13,8, 14 liter per uur, wat natuurlijk nog steeds ongelooflijk weinig is. Nou verwacht ik dat als hier een constant speed propeller opkomt, dan gaan we natuurlijk sneller vliegen. Dan zal dat verbruik ook wel ietsjes omhoog gaan. Maar als je dan kijkt naar het verbruik per kilometer, zal dat nog steeds heel erg meevallen. Nou, voor de rest, het vliegtuig is helemaal van composiet. Het totaal nieuw ontworpen, dus het is ook niet een doorontwikkeling van de CTLS, waarvan er al 2000 zijn verkocht door Flight Design. De vleugel is uit één gedeelte opgemaakt. En als je hier kijkt naar de vleugel, dan zie je al een heel aantal zaken die de aerodynamica verhogen. We hebben een vleugelboot erop zitten. Dat is eigenlijk om stol en spin te voorkomen. Hij kan fysiek ook niet stollen of spinnen. Dat ga ik jullie tijdens de vlucht nog wel laten zien. We hebben winglets die vooral tegen het spingedrag zijn. Maar ook de fuel economy verhogen. Dus dat is super. Dan hebben we bovenop, kun je nu nog niet zien waarschijnlijk, maar zitten vortex generators. Om in ieder geval de stolspeed omlaag te brengen. En als je dan naar achter loopt, dan zie je dat we de ailerons zitten helemaal aan de buitenzijde van het toestel. Dus ook bij lage snelheid hebben we nog steeds hele goede autoriteit met de besturing. En wat erop zit op dit toestel, heel fijn en ook best wel groot, zijn elektrische flaps. Twee standen, take-off flaps en landing flaps. En die flaps zijn super efficiënt. Dat wil zeggen dat als we straks naar final draaien, en nogmaals, dat gaan we laten zien in de volgende video, dan zul je zien dat met flaps land op final hebben we een enorm diepe neusstand om überhaupt de snelheid vast te houden. Dus die veroorzaken veel drag en ze verlagen ook nog eens de stolspeed heel fors. Nou, als we naar binnen kijken of als we bij de deuren komen, belangrijk, hele grote deuren.
vleugeldeuren die gewoon met een gascilinder open gaan. En als je nu filmt de instap, dan moet je maar eens hier komen staan. Dan zul je zien, die is super groot. Het toestel is ook nog eens laag. Dus instappen is eigenlijk heel gemakkelijk. Je laat je er gewoon in zakken. Je been gaat over de stik en dan zit je erin. Dus een hele grote fijne instap. En later gaan we ook nog wel zien, de stoelen kunnen kantelen. Achter de stoelen zou je denken, daar horen misschien nog wel twee stoelen. Maar het is toch echt een tweezitter, maar er zit enorm veel bagageruimte in. Waar we nog eens 40 kilo in kwijt kunnen. Dus dat is superveel. Nou, voor de rest hebben wij stikbesturing. Heel fijn, ben ik persoonlijk heel erg fan van. En een van de belangrijkste zaken aan boord is de Garmin G3X. Met de Garmin G5000 die hier zit als backup instrument. En met die twee schermen, of eigenlijk die drie schermen, de vaste radio's en de autopilot, heb je een volledige suite voor een super professioneel toestel. En dat is zo bij dit toestel, omdat het toestel ook IFR goedgekeurd gaat worden. Dus je kunt hem behalve Day-Night VFR onder CS23, kun je hem straks ook IFR vliegen en daar is het een super geschikte trainer voor. Nou, zoals gezegd, alles composiet, wheel fairings, een heel ruggedized landingsgestel. Dus het vlieggedrag van het toestel is sowieso heel erg stabiel. Maar ja, als je hem in de training environment gaat gebruiken, zoals wij dat ook doen voor onze langere navigatievluchten, ja, dan wil je dat ook lowtimers daar gewoon goed mee kunnen landen. En dit toestel is zoals gezegd heel erg vergevingsgezind. Lopen we door naar achter, nou, dan zie je een staart, helemaal van composiet. Dan hebben we hier een horizontal stabilizer met een elevator, maar in tweeën gedeeld. En dit noemen we eigenlijk een beaver tail. En die beaver tail heeft een aantal aerodynamische voordelen. En één daarvan of twee daarvan zijn eigenlijk stall resistance en spin resistance. Dus de bestuurbaarheid bij lage snelheid blijft beter op deze manier. Nou, voor de rest een helemaal niet zo groot rudder, maar onwijs effectief. Dus dit is een van de vliegtuigen, iedereen die er tot nu toe in heeft gevlogen beaamt dat ook, die heel gevoelig is op voeten, dus daar moet je echt even mee leren omgaan. Hij haakt bijna niet in de bochten en als je een bocht wil maken is eigenlijk denken aan pedaal geven al voldoende. En waar het vooral fijn voor is, vind ik, is crosswind landingen. Dus je kan heel goed directionele controle houden ook op de baan. Nou, dan lopen we door naar de andere kant. Het hele toestel weegt straks in de productieuitvoering rond de 420, 430 kilo. En hij heeft een max take-off weight onder CS23, dus volledig gecertificeerd, van 650 kilo. Dus dat maakt dat wij waarschijnlijk zo'n 220 kilo aan payload mee kunnen nemen, wat helemaal niet slecht is. Er gaat 135 liter brandstof, mogas, in de vleugeltanken, verdeeld over twee vleugels uiteraard. Nou, laten we zeggen dat is een ruime 100 kilo brandstof. Dan kun je dus nog steeds 110, 120 kilo meenemen aan payload, aan mensen. Als je wat brandstof thuis laat, dan kun je natuurlijk meer meenemen. En met een verbruik van 12 liter gemiddeld per vlieguur kun je natuurlijk altijd onwijs ver komen met die 135 liter. Het toestel is ook gewoon handzaam, dus je kunt hem heel makkelijk naar buiten rijden in je eentje, sturen. Dat is allemaal geen enkel probleem. Hij is voorzien van caps. Dus er zit een reddingsparachute in voor het gehele toestel. Nou, dat is een van de belangrijkste safeties. Een andere safety is natuurlijk spin resistance, stall resistance. Wat ook bijdraagt aan de safety is de Garmin G3X. Want het hele Garmin G3X systeem is eigenlijk ook je flight envelope protection. Dus zou je de flight envelope uitgaan, en dat ga ik laten zien tijdens de vlucht, dan grijpt de Garmin uiteindelijk in. Eerst zal de autopilot een beetje bijsturen. Maar als je dan volledig tegen die grens van die flight envelope aan blijft zitten, dan uiteindelijk koppelt de autopilot de upper modes. En dan doet hij zelfs een stall recovery voor jou. Dus nogmaals, super zuinig toestel. Uit zichzelf al heel erg volledig aangekleed. Eigenlijk in de basisversie zit alles er al op. Een van de weinige opties die je nog kan kiezen zijn airbags in het instrumentpaneel. Die zitten hier niet in, maar dan heb je M-safe airbags die nog uit het instrumentpaneel komen als je een voorwaarts vertraging zou hebben, een hele forse. Nou ja, voor de rest aan deze kant natuurlijk zelfde deur, zelfde instap. Belangrijk ook van dit toestel
is dat hij behalve veilig echt heel ruggedized is, heel erg stevig en robuust. Dat is niet alleen het landingsgestel, maar dat is eigenlijk als we straks binnen opnemen, zul je zien de pedalen zijn helemaal van metaal, de stick is van metaal. Alles is eigenlijk echt wel heel robuust, tot en met de trottel. Leuke gadget nog om te noemen is dat wij geen remmen hebben op de pedalen, maar dat de rem zit op de trottel. Dus als we de trottel tijdens de landing naar idle halen, dan is daar een idle stop. En als we dan doordrukken of doortrekken naar achteren, dan gaat eigenlijk het toestel rechtuit remmen op de baan. En remt heel mooi, heel geleidelijk. Het is dus eigenlijk een beetje uit de grote luchtvaart afgekeken. Ik vind het persoonlijk heel fijn. Is er ook een nadeel? Ja, een klein nadeel. Namelijk, je kunt niet differentieel remmen. Dus als je ergens een krappe bocht moet maken, dan moet je het gewoon doen met de bochtstraal die de pedalen je geven. Neuswiel gestuurd, dus dat maakt de taxi wel heel makkelijk. Nou ja, dan voor de rest komen we eigenlijk alweer bij de neus. Ook op het neuswiel, fors neuswiel, forse neuspoot, super robuust. Een fairing eromheen voor de aerodynamica. En dan hebben we nu nog de drie blads. Duct propeller met voorin de koeling, de intake, lampen en dat soort zaken. Eigenlijk is dat het rondje buitenom al voor de F2. Nou, welkom aan boord van de F2. Laten we beginnen met de interieur review met eigenlijk de eyecatchers van de cockpit. En dat is natuurlijk het Garmin G3X systeem. Ik was er zelf nog niet onwijs behendig mee. Ik heb wel gewerkt in het verleden met de Garmin 1000 en de Garmin 750. Super fijne systemen. Maar de Garmin G3X is eigenlijk het happy medium van die systemen. Wat ik heel tof vind is dat het allemaal touchscreen is. Dus je hebt weinig fysieke knoppen nog. Nadeel is natuurlijk wel dat je scherm af en toe wat vettig wordt. Dus die moet je schoonhouden. Maar het werkt als een iPad. Je kan alles klikken, slepen. Je kan het scherm helemaal indelen zoals je zelf wil. Je kunt naar een splitscreen gaan. Je kan in de tweede helft van dat scherm kun je dan zelf kiezen wat je daar allemaal in wil. Of dat nou een engine pagina is. Of je informatie over je GPS status. Een traffic pagina, terrein, weer, je flight plan, de verschillende waypoints. Nou, ga zo maar door. Echt de grote navigatie en gewoon je moving map. Alles zit erop en je kan dat allemaal indelen zoals je zelf wil. Ook aan deze kant kun je kiezen voor split screen. Dus ook voor de co-pilot of degene die rechts zit. Kun je daar alles zo indelen. Ik begin altijd voor de motor start met de engine pagina. Omdat je dan ook nog de numerieke waardes krijgt van het systeem. Maar ja, dat is helemaal top. Het systeem werkt samen met zeg maar de hardware die hier in het midden zit. We hebben een intercom paneel van Garmin. We hebben twee radio's van Garmin. We hebben een transponder van Garmin. En we hebben een autopilot van Garmin. En daarnaast hebben we nog de Garmin G5000. Dat is eigenlijk het backup instrument wat hier perfect bij past. Want dat is een volledige backup van de Garmin G3X. En die kan zelfs samen met je autopilot kun je daar nog approaches mee vliegen. Nou, dat toestel is zo onwijs eigenlijk rijk uitgevuld. Sorry voor de herrie buiten. Omdat die straks aan het eind van 2024 ook IFR goedgekeurd wordt. En dan kunnen we met dit toestel ook gewoon IFR approaches vliegen. Nou, voor de mensen die nou niet van een speed tape houden of een altitude tape, biedt Garmin G3X zelfs de functie om het gewoon in ronde klokken digitaal weer te geven. Dus ook daarvoor geldt, je crosscheck kun je helemaal maken zoals je zelf wil. Nou, voor de rest zie je een groot instrumentpaneel, best wel logisch ingedeeld. We hebben de schakelaars allemaal bij elkaar zitten. De motor, de Rotax 912IS. Die dus een lane A, een lane B en lane A plus B heeft met de sleutel, bijbehorende sleutel. We hebben wat warning lights, we hebben warning and cautions zelf ook gegenereerd door de Garmin G3X. Nou, de samenwerking tussen die systemen is ook fijn, want ik kan zowel hier mijn radiofrequentie aanpassen als dat ik dat gewoon op de radio doe. En dat wordt automatisch gesleefd en bijgehouden. Dus dan heb je altijd dezelfde indicaties. Geldt ook voor de Q&A. Als ik de hoogtemeter aanpas, dan gebeurt dat eigenlijk op alle drie de schermen. Dus dat is top. Nou, dan gaan we een beetje naar het midden van het paneel. Daar heb je dus de hardware zitten. Hieronder hebben we dan nog de heating. Heating aan of heating uit. Makkelijker kan het eigenlijk niet. Als het te warm wordt, zet je hem even uit. Wordt het te koud, zet je hem aan. Wat wel heel tof is ook aan de F2... is dat we niet meer zelf hoeven te kiezen om de linker of de rechter vleugel te gebruiken
als brandstoftoevoer en dat zelf moeten wisselen om de zoveel tijd. Er zit een automatische stand op die eigenlijk iedere 10 minuten schakelt van de ene tank naar de ander. En ook nog eens echt kijkt naar de brandstofinhoud in de tanks. Dus als er een te groot verschil ontstaat, zal het systeem daar ook zeker op acteren. Nou, dan voor de rest hebben we de elektrische flaps. Standje take-off, je hoort het al, flaps schuiven er rustig uit. En voor een standje land hoeven we de schakelaar nog maar eentje verder te doen. En dan staan de flaps netjes geselecteerd. Super fijn. Als ze geselecteerd zijn in de juiste stand, gaat de lamp ook branden. Nou, dan hebben we nog de alternate air. Voor als we static pressure problemen hebben. En dan heb je eigenlijk het middenconsole al gehad. Rechts hebben we dan nog de circuit breakers. Helemaal niet veel. Super overzichtelijk. Behalve de verwarming heb je de ventilatie. Ventilatie langs het voorraam en ventilatie voor de cabine. En dat is gewoon op basis van rem air. Daar zit niet zoveel techniek achter. Als we dan kijken naar de robuustheid, zeg maar het robuuste van dit toestel waar we het buiten al over hadden. Dan kun je dat heel duidelijk terugzien aan bijvoorbeeld de pedalen en de stick. Het is allemaal zwaar, het is metaal, het kan niet snel stuk. Dus daarmee zie je dat het toestel echt gebouwd is voor vliegscholen en misschien ook wel vliegclubs. We zitten in een hele ruim bemeten cabin, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Belangrijk is, dit is een soort van rolkooi, dus er zit een lange tunnel helemaal door de cabin heen. En ook een dwarstunnel. En wij zitten echt midden in die rolkooi. Dus het is een super veilig, super stijf kokonnetje waar we in zitten. Nou, dan de stoelen. De stoelen kunnen voor aft gewoon met een hendel. Op basis van een veerdruk. En ze kunnen nog omhoog en omlaag met een knop. Waarmee je eigenlijk de stoel in hoogte kunt afstellen. Dus ook dat is top. De pedalen zijn namelijk niet te verstellen. Dus je moet jezelf met de stoel in de juiste positie brengen. En dat lukt dus uitermate goed. Nou, de rem hebben we buiten al gezegd. Hè. Rem is eigenlijk de trottel, maar dan verder naar achter dan het neutrale punt. En daarmee bedien je ook de parking brake. Dus we hebben geen voetremmen. En dan denk ik het allerbelangrijkste is verder de ruimte aan boord. Wij zitten in een super breed toestel en ook lange cabine. Eigenlijk is die breder dan een Cessna 172. En als je bijvoorbeeld hier achter de stoel nu kijkt, dan zie je, daar passen eigenlijk nog wel twee stoelen in. Het blijft een gecertificeerde tweezitter, maar er zit enorm veel ruimte in. Dus twee vouwfietsen, geen enkel probleem. En er mag gewoon 40 kilo achterin, dus dat is ook nog eens best wel heel erg veel. Nou, dan in detail, we hebben een voor-aft trim nog op de stick zitten. Dus we kunnen de elevator kunnen we netjes trimmen. We hebben een autopilot button en een push-to-talk. En je ziet eigenlijk is alles vrij simpel. Wat erop zit, of wat erop moet zitten in een toestel als deze, zit er allemaal op en dan ook goed. En wat je niet nodig hebt, overbodige luxe, is ook zeker niet aanwezig. Tot zover de review van binnen. Mochten jullie nou vragen hebben of meer informatie willen hebben, ga eventjes naar www.eflightsupply.nl. En dan kom je altijd bij ons uit en dan help ik je heel graag.